Zijn de versoepelingen een stap in de richting naar het vertrouwde normaal? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Terrassen mogen weer open. De avondklok gaat ervan af. En het hoger onderwijs mag ook weer haar deuren openen. Zomaar een paar versoepelingen die premier Rutte vanavond tijdens de persconferentie aankondigde. Vanaf 28 april gaan de eerste versoepelingen in. Aan tafel burgemeester van de gemeente Gouda, Pieter Verhoeven. En Maaike Verbruggen, studentenwerker in Utrecht. Welkom beiden. Goedenavond. Goedenavond. Ik citeer de premier, het is een balanceeract die wij uitvoeren. Meneer Verhoeven. Ja, dat is het. Het is een spannende tijd, want de situatie is stabiel, maar wel zorgelijk. Met ook vandaag weer torenhoge cijfers. Ja. En aan de andere kant, een samenleving die, zoals hij zelf zei, de premier, die snakt naar meer openheid. Ja, maar risico's nemen, dat betekent dat je ook risico loopt. Ja, absoluut. En ja, gecalculeerde risico's. Mm-hmm. Ik vind het een hele ingewikkelde keuze. En ik ben blij dat ik niet in de schoenen van het kabinet sta. Nee. Want ik weet niet wat ik had gedaan. Je wilt iedereen iets geven. Ja, ja. Als we even op uw terrein, u bent van de studenten in Utrecht, van de IFES. Ja. Ik las ergens in een reactie, studenten mogen 1 dag per week naar college, maar wel 7 dagen per week naar het terras. Ja, wat is nou de voorkeur van de regering? Dat is een beetje zuur, want dat inderdaad, dat legt wel iets bloot van de overwegingen. Ja. Zojuist zei ook nog een student met wie ik even contact had. Zouden ze niet beter in plaats van terrassen dan misschien ontmoetingsplekken voor studenten kunnen openen? Mm. Of sociëteiten van studentenverenigingen? Ja. Zou dat niet een betere stap zijn als we het hebben over welzijn van studenten? Ja. Gaat die ene dag helpen? Dat is een hele goede vraag. En toch is het fijn. Toch is het fijn dat scholen open gaan. Absoluut, ja. Het is een lichtpuntje, heel erg zeker. Blij. En daar komt ook nog eens een keer bij dat... heb ik het nu even over de basisscholen. Maar waar zijn nu veel clusterbesmettingen? Die zijn toch wel op basisscholen middelbare scholen. Omdat het voor het hoger onderwijs kan ik niet beoordelen. Maar op die scholen toch nog best ingewikkeld is... om die 1,5 meter te handhaven. Ja. De groep is nog niet gevaccineerd. Aan de andere kant, heel fijn nu dat ze nog iets van dit jaar... kunnen maken. Ja. Ik denk dat het voor een hele grote groep studenten een beetje helpt en dat het hen motiveert en dat het ze achter hun laptop vandaan krijgt. Mm-hmm. En dat ze weer misschien een beetje het gevoel krijgen van de mooiste tijd van je leven. Ja. Maar dat het voor de groep studenten die het echt nodig hebben, echt een wereld van verschil gaat zijn. Ja. De premier begon met de avondklok. Die gaat eraf. Veel mensen doorn in het oog. U ook? Ja, het is een paardenmiddel. Het is echt een paardenmiddel. En aan de andere kant, het heeft ook weer een bijzondere bijeffect. Want het aantal inbraken bijvoorbeeld is historisch laag. Ja. Dus het heeft ook alweer, hoewel ik het echt nogmaals een onding vind... het heeft ook weer effecten gehad op de openbare orde. Die, het aantal boetes is misschien historisch hoog. Maar goed, als je mag kiezen tussen boetes die wel, voor mensen die wel bewust een avondklok overtreden... of het aantal inbraken wat echt spectaculair gedaald is. Mm. Ja, ik ben er niet voor om te handhaven, hoor. Hou me te goede. Ja. Maar het heeft wel weer verrassend effect opgeleverd. Ja. En ik ben ook heel benieuwd wat het gaat doen met bijvoorbeeld de Ramadan. In Gouda heeft 10% van mensen een moslimachtergrond. Mm. En het is altijd best een spannende periode, want dag en nacht ritme wordt soms omgedraaid. Dus wat heeft het voor effect op deze groep vastende mensen? Gaat die avondklokse effect op studenten? Had die grip op ze? Jazeker. In die zin dat ik heb studenten boven mij wonen. Hun feestjes duurden van 10 uur tot 5:30. Precies, dus de avondklok. Ik denk dat ze nu misschien weer wat meer een fatsoenlijk ritme kunnen handhaven. Een van de maatregelen die ook eraf gaat... is dat het aantal bezoekers bij een begrafenis van 50 naar 100 gaat. Een versoepeling dus. 100 mensen bij een uitvaart. Contact nu met uitvaartondernemer Erwin Lievestro van uitvaartonderneming Noach in Dronten. Goedenavond, meneer Lievestro. Goedenavond. Ja, is dat goed nieuws voor uw branche en voor de families die natuurlijk bij een uitvaart betrokken zijn? Zeker. Dat was hard nodig. Hard nodig. Waarom? We zien toch dat veel families keuzes moesten gaan maken wie ze wel uitnodigden en wie ze niet uitnodigden. Ja. En in de christelijke gezinten zijn er nou eenmaal grote families.
En daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Maar dat zorgde wel voor, als een opa of een oma van een familie overleed, dat er moest gekozen worden welke kinderen, kleinkinderen en dan misschien nog wel achterkleinkinderen wel konden komen of niet. Ja, en dat zijn keuzes die je niet wil maken, zegt u? Nee, ik denk niet dat we voor die keuzes mogen gesteld worden. Dat zijn momenten in het leven waarin we afscheid moeten kunnen nemen van iemand die ons lief was of lief is. Ja. En daar moet er ruimte voor zijn. Ja. Er is niks gezegd over het zingen in kerken, wat natuurlijk ook bij een begrafenis het geval is. Heeft u dat gemist? Ja, wie mist de samenzang niet? Of het nou is of je gewend bent om psalm te zingen, of opwekking of andere liederen. Ja. Er zijn bepaalde liederen die zo dicht bij het hart liggen, bij de persoon waar we het vaak over hebben, en dat we die dan niet kunnen zingen. Want zingen is toch twee keer binnen. Ja. Dat we dat niet mogen doen, niet kunnen doen, ja, dat is een groot gemis. Ja. Hoopt u dat op termijn die 100 ook weer versoepeld worden naar 150... of misschien wel een getal wat onbeperkt is? Nou, het liefst onbeperkt. We hebben grote kerkelijke gemeenschappen gelukkig nog in Nederland. En die kunnen toch geen afscheid nemen van hun broeder of zuster die ze hun hele leven al kennen. Dat is bijna niet in woorden te bevatten hoe dat betekent voor veel mensen. Ja. En ik hoop echt toch wel dat we weer als gemeentes weer tezamen mogen komen, maar ook om onze families heen kunnen gaan staan die verdriet hebben. Ja. Want we zijn er met mooie momenten, maar we willen ook graag bij je, Stijn. Vooral bij de broeders en zusters die het moeilijk hebben. En dat we om ze heen kunnen staan. En bovenal, wat we vooral missen, denk ik, is dat we elkaar even bij de schouder mogen pakken. En even een aai soms over de bol van een kleine jongen. Dat voelt zo vreselijk afstandelijk op dit moment. Mm. Ja, dat doet zeer. En dat doet mij ook als uitvaartondernemer ook zeer. Ja, we hopen en bidden dat die tijden terug mogen komen. Dank voor de toelichting, Erwin Lievenstro van Noach uit Dronten. Dank u. Ja, begrafenissen in uw gemeente ook mee te maken. Schrijnende taferelen. Ja, ontzettend heftig dat dit gebeurt, deze maatregel. Dus heel fijn dat deze maatregel nu in ieder geval versoepeld wordt. Het heeft schrijnende situaties opgeleverd. De neef en nichten niet bij de uitvaart van oma konden zijn. Dat de overheid trauma's heeft veroorzaakt. En ik heb echt elke veiligheidsregio in veiligheidsregio Holland-Midden bijna een soort Carthago telequendam. En voor het overige ben ik van mening dat deze regel versoepeld moet worden. Ja. Niet alleen trouwens voor begrafenissen, maar ook voor de huwelijken. Maar daar hebben we niks over gehoord. Nee. En dat betekent dus dat er allerlei stelletjes. In onze eigen kerkelijke gemeente hoor ik van ook dat deze week weer twee stelletjes gingen trouwen. Ja. Ja, er mogen nu 30 mensen komen. Nou ja, als je een beetje een grote familie hebt, dan betekent dus dat je ook daarin met een heel select gezelschap kunt trouwen. Nu kun je van trouwen nog zeggen dat is nog enigszins planbaar en een begrafenis niet. Maar dit was een vreselijke maatregel. Heel moeilijk uitlegbaar. Ja. Al helemaal afgezet tegen het feit dat iedere zaterdag bij de bekende grootgrutter Appie 2 miljoen transacties waren. Ja. Terwijl mensen wel ook via internet boodschappen misschien wel kunnen laten. Ja, dat hoor je vaker. Hè? We mogen wel naar de supermarkt met z'n allen, maar allerlei andere dingen zijn uitgesloten. Kruidvat is open. Ja. En dan vervolgens moet je bij een begrafenis mensen naar huis sturen of niet toelaten. Mm. Of ik heb ook een andere schrijnende situatie gehoord dat de familie in twee tranches langs het graf moest. Echt verschrikkelijk. Ja. Echt. Fijn dat in ieder geval iets meer lucht is op dit thema. Ja. De terrassen, die gaan weer open. De buitenterrassen van 12 tot 6 uur. Tevreden? Of zegt u van... Nou, het is in ieder geval een eerste stap. Ja. Maar ook daarin, kijk, er wordt eigenlijk pas na 6 verdiend. Dus ik had het ondernemers ook wel echt gegund om tot iets later, alles maar tot 8 uur open te gaan. Zodat ze ook in ieder geval diner nog kunnen meepakken. En zodat je ook verdienen kan. Want dat is met 6 uur ingewikkeld. Maar goed, het is in ieder geval een eerste stap. En ik vermoed dat de allereerste vernieuwing deze zal zijn. Dat die versoepeling, althans, versoepeling nog later gaat worden. Want studenten en terrassen, dat is twee handen op één buik, zou ik bijna willen zeggen. Absoluut, ja. En niet alleen studenten. Ik zie er zelf ook naar uit om weer lekker een wijntje op het terras te kunnen drinken. Maar ik denk een hele hoop studenten ook. En dat ik woon in Utrecht. Utrecht verandert, als het enigszins lekker weer is, nu in één groot festivalterrein met kratten bier en flessen wijn en muziek. En dan kan je ze beter op het terras zetten, volgens mij. Want was dat uit te leggen naar ondernemers toe? Dat mensen wel gingen zitten op de grond met... Ja, op de terrassen, waar normaal gesproken tafels en stoelen staan. Ja, dat is niet uit te leggen. En bovendien ook niet goed handhaafbaar. Hè? Nee. Dus voor de BOA's en de politie is het ook echt... Ik bedoel, de horeca moet niet de handhaving oplossen. Want dat is de taak van de overheid. Maar het is voor ons allemaal veel makkelijker en beter en overzichtelijker. Maar toch zei de premier, het handhavingsarrangement en de crowd control ligt bij de burgemeester. Ja, bij u. Natuurlijk. Ja, nee, is ook
ook zo. Dus 5 over 6 moet u terras leggen. Ja, nou, met uiteraard wel goede afspraken met de lokale horeca. Gaan we ook wel doen. Dus ja. Uiteraard gaan we het wel weer doen. Maar om nou te zeggen van ik juich bij deze maatregel, nee. En wat ik bijzonder vind is dat die in werking treedt op 28 april. En dan zou ik zeggen, ja, op 27 april ja, dan is het een vrije dag. Dus Nationale feestdag. Nationale feestdag, mensen zijn toch vrij. Laat hem alsjeblieft met de Nationale Toast om 5:30. Ja? Laat dan alsjeblieft een dag eerder al die terrassen openen. U bent ook voorzitter van de Oranje Bond, van de Oranje Verenigingen. Roept u de regering nu op om dat een dag naar voren te halen? Ja. Doe dat op Koningsdag? Ja, absoluut. Ja, doe dat, want dat is dan is het ook een feestdag voor de horeca. Ja, maar als ik dan even in de schoenen van de premier ga staan, dan zeg ik, ja, dat wordt veel te druk. Iedereen is vrij, iedereen gaat aan het terras. Nee, nu zal iedereen, als het mooi weer is, zoals afgelopen weekend, alsnog naar de buitenruimte gaan. Drankgebruik in het openbaar. Toch zitten op de plekken waar de terrassen zijn, niet gereguleerd. Laat dan alsjeblieft de horeca een stukje geld verdienen en ondertussen de handhaving daarmee makkelijker maken. Denkt u dat het nog gearrangeerd kan worden? Binnen een paar dagen? Dat kan zeker wel, maar dat kan alleen maar als de Tweede Kamer daarom vraagt. Mm. En gaat u daar actie op ondernemen? Nou, ik heb al dit signaal afgegeven aan deze en gene. En we gaan wel zien of daar iets mee gedaan wordt. Kijk, iedereen kan wel aanvoelen. Het zal natuurlijk wel erg weersafhankelijk zijn. Vorig jaar hadden we een waanzinnig mooi weer op Koningsdag. Maar het heeft ook wel eens een keer een hele gure, koude sfeer gehad. Dus dat, daar hangt natuurlijk wel vanaf. Dat heeft nog effect met de weersontwikkelingen. Ja. Maar als zodanig zou ik zeggen, doe het een dag eerder. Want de ratio is nu van op woensdag gaan altijd de maatregelen in. Dus deze keer ook maar. Ja. En bovendien, zijn de scholen al vanaf maandag in de gelegenheid. Dus in die zin zouden ze ook prima kunnen zeggen maatwerk. 26 april. Ja. Ja, is dat dan met een schaartje, wordt dat geknipt in het katshuis? Van oké, dat moet precies over een week ingaan? Ja, dat is een soort ritme van dinsdag de persconferentie en de woensdag erop worden dan de maatregelen aangehaald of versoepeld. Ik zou dan voor die terrassen en Koningsdag wel graag. Maar die is genoteerd. Het hoger onderwijs gaat inderdaad vanaf 26 april weer open. Godzijdank. Ja, ik mag aannemen dat studenten snakken naar dat ze weer naar college kunnen. Ja. Studenten zijn volgens mij een van de weinige groepen die het afgelopen jaar niet of heel weinig zijn genoemd in alle persconferenties. Het voortgezet onderwijs. Een beetje vergeten, denk u? Nou, ik denk dat misschien het kabinet te makkelijk heeft gedacht, nou, dat hoger onderwijs kan wel online. Ja. En eigenlijk, de inhoud kan je prima online bieden. Mm. Maar onderwijs is meer dan inhoud. Het is wel heel knap. Dat wil ik aan de studenten nageven en ook de docenten. Dat ze in 2-3 dagen tijd, vorig jaar in maart, omgewisseld zijn van een fysiek onderwijsstelsel naar een virtueel onderwijsstelsel. Ja. Maar laat onverlet dat het echte goede onderwijs toch plaatsvindt in de ontmoeting en in de interactie. Ja, wat heeft het met studenten gedaan het afgelopen jaar? Emotionele, mentale. Ja, absoluut. Ja, vooropgesteld dat de studentengroep natuurlijk bestaat uit enkele honderdduizenden in Nederland. Mm-hmm. En dat daar niet één antwoord op te geven is. Sommige studenten floreren prima online achter hun laptop. Ja. Geen probleem. Maar er zijn ook studenten die hierdoor kampen met zelfmoordneigingen. En studenten die studievertraging oplopen. Studenten die hun motivatie kwijtraken. Studenten die hun sociale contacten kwijtraken. En dan heb ik het nog niet eens over internationale studenten die midden in een crisis in een vreemd land zitten. In een taal waar ze, die ze niet begrijpen, weinig sociale contacten hebben. En dan dus ook nog niet op de universiteit of hogeschool kunnen zijn. Ja, dat heeft ontzettende impact op alles. Ja, en studeren is natuurlijk veel meer dan alleen maar college volgen. Ja. Precies. Het is vriendschap opbouwen, het is de studentenvereniging. Ja, toen ik ging studeren, toen zeiden mensen, dit wordt de mooiste tijd van je leven. Nou, en dan zit je nu de mooiste tijd van je leven op je 8 vierkante meter in een stinkend studentenhuis achter je Zoomscherm, inderdaad. Ja, want u heeft in Gouda 1 hogeschool, als ik wel heb. Heeft u de studenten gemist de afgelopen maanden? Ja, absoluut. Want ik zag nu vandaag weer scholieren door de stad lopen met opdrachten. Ik dacht van, en nu nog de nieuwe generatie hbo'ers. Maar brengt dat ook een schwung in de stad? Natuurlijk, dat geeft absoluut dynamiek die een stad, studentenstad ook geur en kleur geeft. Ja. Absoluut. Ja. Mag weer 1 dag per week. Moeten dan hogescholen en universiteiten meteen die dag vol pompen met colleges en onderwijs? Of zou absoluut je het op een andere niet. Absoluut niet.
ik denk dat het heel goed is. En dat hoor ik. Ik sprak hier laatst een docent over. En die zei, online ben ik al een derde van mijn tijd kwijt aan gewoon even polsen. Hoe gaat het nou met je? Wat houdt je bezig? Trek je het nog? En als we dan één dag hebben waarop studenten weer fysiek aanwezig mogen zijn, zullen we dan alsjeblieft het mentale en emotionele en sociale aspect van onderwijs benadrukken en niet die inhoud. Dus praten met elkaar. Praten, ja. En wat mij betreft misschien wel groepsopdrachten waarin al die studieinhoud ook naar voren komt. Ja. Maar wat we net al zeiden, studeren en leren en onderwijs is meer dan alleen maar de inhoud. Ja. En ik hoop heel erg, en als er één ding is wat ik universiteit en hogescholen mee wil geven, is om daar ruimte voor te maken. Zodat al die studenten die mentaal en emotioneel en sociaal nu, of in de knoop zitten, of in ieder geval daar het afgelopen jaar te veel concessies in hebben moeten doen, daar iets in tegemoet gekomen. Ja, goed idee voor hoeven om die dag te gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan en misschien wel je nacht van die afgelopen maanden naar elkaar uit te spreken. Ja, elkaar gewoon weer ontmoeten, in de ogen kijken. Mm. Ja. En ook in het besef dat we hebben het vanavond niet gehoord in de persconferentie over de theaters, de concertzalen, de musea, de kerken. Ja. Er zijn natuurlijk nog heel veel instanties, sportscholen, die nog niet open kunnen. Ja. En met de handen in het haar hebben gekeken van, oh, voor ons geen versoepelingen. Zij dus, wel en wij niet. Ja. Ja, zei het ook, hè? Er zijn groepen die teleurgesteld zijn. Ja. En ja, die zullen de volgende keer aan de beurt komen. Hij niet alles viel mij daarom op dat hij echt het woord voorzichtig een paar keer liet vallen. Ja. Het is echt een stapje. Ja. Maar wel een mooie stap. Ik bedoel, ik vind het wel een evenwichtig pakket. Ja. Maar we zijn er nog niet. Het woord Koningsdag is gevallen. Volgende week dinsdag is dat. En rond Koningsdag vindt altijd de jaarlijkse lintjesregen plaats. Zanger en liedjeschrijver Rob Favier heeft rondom de traditionele lintjesregen een ludieke actie bedacht met de titel Jij verdient een lintje. Contact nu met Rob Favier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, fijn dat u even in de uitzending kunt komen. Wat houdt uw actie precies in? Nou, ik heb een liedje geschreven dat heet Jij verdient een lintje. En dat is eigenlijk een ode aan alle mensen die in de zorg, het onderwijs en de hulpdiensten werkzaam zijn. Ja. En de bedoeling van die actie is dat mensen een persoonlijke boodschap gaan sturen naar iemand uit die sector met een link naar dat liedje erbij. Mm-hmm. Gewoon een persoonlijke boodschap van ik vind het tof dat jij, misschien hebben ze zelf ervaring met die mensen. En dat dat een soort kettingreactie wordt, een soort symbolische lintjesregen. Er zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland in die branche werkzaam. En ik heb dus heel veel mensen nodig die eraan meedoen. Ja, waarom is het belangrijk om die mensen een hart onder de riem te steken? Het is sowieso altijd belangrijk om mensen een hart onder de riem te steken. Maar deze sectoren, die hebben het het zwaar gehad het afgelopen jaar. Ja. We hebben net nog in de persconferentie verhaal gehoord van de zorg. Hè? Mensen die hun vakanties niet kunnen opnemen. En daar hebben we vorig jaar hebben we wel even voor ze staan klappen. Maar eigenlijk vindt iedereen het gewoon zomaar vanzelfsprekend, weet je wel. Dat er altijd voor je gezorgd wordt en zo. En wat ik nog erger vind, en daarom ben ik er nog meer op gespinst dat zij een complimentje krijgen, is onbegrijpelijk voor mij, maar dat die mensen ook vaak te maken hebben met agressie en onbegrip. Ik zat een tijdje geleden, moest ik voor de jaarlijkse controle even bloed prikken. Heel aardige mevrouw, gewoon ergens in een gelegenheid. En die vertelde mij ook al dat ze met agressie te maken hadden, dat mensen dan binnenkomen met een hele grote mond, als geldend dat ze zo lang hebben moeten wachten, dan denk ik, waar zijn we dan mee bezig? Oké, okay. U wil dus dat mensen een boodschap sturen naar mensen uit de zorg, naar het onderwijs en de politie en brandweer. En uw liedje daaraan linken, zeg maar, zodat ze dat kunnen beluisteren. Ja. 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 Met alle respect, meneer Favier, maar u zegt zelf, we hebben geklapt voor de zorg. Alleen de zorg zegt terug, ja, die bonus die de politiek ons belooft, daar komt helemaal niks van. Nee. Dus, nou, dat is ook zo, hè. Is een liedje dan voldoende? Nee. Kijk, als je me nou toch uitdaagt om iets politieks te zeggen, dan vind ik dat deze mensen al jaren ondergewaardeerd worden. En dan ga ik ook zeggen, het is heel makkelijk om voor ze te klappen. Maar kijk nou eens even naar de structurele omstandigheden. Mijn vrouw is al heel lang onderwijzeres met een groot hart. Ja.
Maar als je ziet wat die allemaal moeten doen en hoe slecht de dingen die ze willen, bijvoorbeeld kleinere klassen, minder werkdruk, hoe slecht dat naar geluisterd wordt. Ja. Dan denk ik, dan mag de politiek ook wel wat gebeuren, hoor. Oké, okay, die oproep is gehoord. Tot slot, u bent vandaag begonnen met deze actie. Is er al animo voor? Ja, het is nu op gang aan het komen en ik krijg eigenlijk van iedereen alleen maar positieve reacties. Want het is natuurlijk allemaal heel onschuldig, maar ik denk toch dat een onschuldig schouderklopje meer kan doen bij een mens dan je zelf denkt. Oké. Okay. En ik vind ook dat het heel mooi bij ons geloof hoort. Dat wij positief iets positiefs neerzetten in Nederland. Dat is zeker. Dank voor de toelichting, Rob Favier. Dankjewel. Goed idee, meneer Verhoeven. Ja, prachtig dat hij aandacht wil geven aan mensen in cruciale beroepen. Ja. En wat hij zei over veiligheid, dat spreekt me ook wel aan. Ik ben zelf lid van een taskforce die minister Grapperhaus in het leven heeft geroepen. Mm. Onder leiding van minister Van Bijsterveld. Althans, oud-minister Van Bijsterveld, nu burgemeester van Delft. Over veiligheid voor hulpverleners. Ja, je wil niet weten wat er allemaal nog misgaat. Ja. Dat ook politiebeambten, ambulancepersoneel, brandweerlieden geblokkeerd worden of zelfs aangevallen worden bij het uitoefenen van hun werk. Dus goed dat hij daar op zo'n sympathieke manier aandacht voor vraagt. Een stukje hoop brengt hij over voor mensen. Dat is belangrijk ook voor studenten, denk ik. Absoluut. Ja zeker. Waar zijn we zonder hoop? Mm-hmm. Toch? En dat schouderklopje, aandacht voor mensen voor elkaar. Ja. En ik denk, hoop is heel belangrijk. Als je geen hoop hebt, dan geen idee, maar dan kwijnen we ergens weg. En daarom ben ik heel blij met, dus al voelt het een beetje dubbel, maar met deze versoepelingen die nu aangekondigd zijn, het biedt een beetje hoop. Toch een beetje lentegevoel, hè? Ja, inderdaad. Hè? Inderdaad, dat is een mooie. Ja, misschien moet die Koningsdag volgende week dan omturnen in een hoopvolle dag. Ja, dat is het. Met elkaar. Ja, maar dat wordt het. Je zou denken van, de besmettingscijfers gaan niet goed en Koningsdag wordt niks. Nou, integendeel, er komt een prachtig programma. 'S morgens, kinderen gaan lekker buiten spelen. Scouting organiseert van alles. Speeltuin is dan open. Mm-hmm. Klinkt op allerlei bijaards, klinkt carillonmuziek. Dat is 's morgens. Vervolgens tussen 11 en 1 een uitzending vanuit Eindhoven. Ja. En dan 's middags, met het koningspaar. Met het koningspaar en de drie prinsessen. En dan 's middags een heel programma voor ouderen. Waarbij Omroep Max een speciale uitzending verzorgt vanuit de paleistuin van Soestdijk. Ja. En er komen nog een paar mooie verrassingen aan. Maar toch mist u, en ik denk u ook, dat je met elkaar dingen kunt doen op zo'n vrije dag als Koningsdag is. Nou, in ieder geval, je kunt het wel doen als huishouden. Ja. Dus je kunt wel, of met de straat. Die nationale toast vind ik heel leuk aan het eind van de dag. Waarbij je ook met je buren het glas kan heffen op ieders gezondheid. Nee, dus we gaan er toch wat van maken, tuurlijk. Okay. En met studenten, Koningsdag, hoop bieden, welke zin? Tijdens Koningsdag? Ja. En ook daarna? Ja, en ook daarna. Nou ja, tijdens Koningsdag vermoed ik dat er aardig wat tompoesen en biertjes doorheen gaan. Honderdduizenden. Ja. Ja, en hoop bieden, absoluut. En ik vind het prachtig om, dat is mijn werk, hoop bieden. Ja. Na studenten gaan staan, eventjes met ze meekijken, even met ze meeleiden. Mm. En afgelopen weekend las ik Johannes 11, waarin Jezus ook meeleidt met Martha en Maria bij het graf van Lazarus. En tegelijkertijd, Jezus leidt en het is oké om je rot te voelen als je weer achter je laptop je college zit te volgen. Want die ene dag gaat het niet oplossen. Ja. Er blijven er nog een aantal over in de week. Okay, we moeten afronden. Dank voor deze boodschap en dank voor dit gesprek. U ook, meneer Verhoeven. En een mooie Koningsdag. Wederzijds. Week. Dank u. Want dit was alweer uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen beleven we welzijn. Dan zijn we er weer. En fijne avond verder en graag tot dan. Dag.